Milieuorganisaties in Suriname hebben vandaag een jongerenklimaatseminar gehouden in het Lalaroekgebouw. Het doel van het seminar is om jongeren milieubewuster te maken. Onder andere was de klimaatsverandering en de gevolgen daarvan onderwerp van gesprek. Enkele van de milieuorganisaties die betrokken waren zijn REDD+, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling Suriname NIMOS, de Stichting Behoud Bosbeheer en UNDP Suriname. Ambassadeur Robbie Ramlakan van de coördinatie Milieu van het kabinet van de president sprak de jongeren toe. Wanneer we verder kijken, dan praten over training. Het is een lage schatting. Er zijn 7 van 12 uur als andere bronnen. We spreken van 95% en hoger. Maar op de UNFCCC-conferentie in 2017 heeft Suriname zich gecommitteerd aan het behouden van 93% bos. Onder een conditie. En die conditie is dat het buitenland, de internationale gemeenschap, ons moet helpen met financiering, met technische know-how, met de beschikbaarstelling van deskundigen, noem maar op. Dat is de conditie die wij hebben gevraagd aan het buitenland om ons te helpen om ons 3% te beschermen. Ook het Nationaal Jeugdparlement was uitgenodigd. Voorzitter Kelvin Konicki is ook de mening toegedaan dat jongeren vanaf het begin betrokken moeten worden bij milieu-issues. Ik ben een natuurmens. Ik ben een jonge man van Suriname. We zijn allemaal Surinamers. En we weten allemaal dat we in Suriname veel meer bomen hebben dan mensen. Dat is gewoon zo. En het is dan goed om die 93% te blijven koesteren. En te kijken hoe dat veel meer, dat andere landen, ik kan zeggen, hoe doen we dat branding naar buiten, zodat ze dat kunnen ervaren. En vanuit het Nationaal Jeugdparlement wil ik u vertellen dat we onlangs niet lang terug hebben we een MOU kunnen tekenen met de organisatie Greenhoo van Dubai. En dat werd mogelijk gemaakt door de organisatie Coördinatie Milieu. En samen met NIMOS hebben we eraan gewerkt. Sarah is daar achterin, ze kan ervan praten. En volgend jaar moeten we werken naar een plan. En we hebben jonge mensen moeten, wanneer we zo ver zijn, zullen we dan u uitnodigen om deel te worden van zo'n milieu-champion. Dat is dus Kelvin Konicki, voorzitter van het Jeugdparlement, vandaag tijdens het Jongerenklimaatseminar. Het seminar is georganiseerd door verschillende milieuorganisaties in Suriname met de bedoeling jongeren milieubewuster te maken.